Maar er is iemand die dat designt. Ja. Dat heb je gevonden. Ja. Wat je wat zingen vroeg. Misschien gaat Mooi John zo verlaten binnenkort, Jessie. Je alarmbellen gaan gelijk aan. Je hebt toch een beetje een soort van traumatje aan, niet lekker. Ook daar voel ik me helemaal niet lekker om. En ik kan niet normaal erover praten. Zweet me inmiddels de pan uit. Ja, wat je... I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hallo nieuwe patatjes en welkom bij de nieuwe vlog. Ja toch? Ja toch, welkom. Welkom mensen. We gaan het vandaag hebben over de keuken. Oh. Walnoten. Walnoten, vertel. Walnoten, jij kun je opeten. Oh. Lekker. Bedankt voor deze informatie. Graag gedaan. Geef even een tour over de twee dingen die we hebben veranderd in huis. Nou, we hebben, zoals jullie zien, hebben we de industriële kast hier. Die heeft altijd achter de muur staan. Die heeft een ander plaats gekregen. En waarom heeft die kast een andere plaats gekregen? Daar komt namelijk de speelhoek voor Jesse. Juist. Wat juist heel belangrijk is. Dat je zijn eigen dingetje heeft, zijn eigen hoekje heeft en zijn eigen ding kan doen. Precies. Ja, heel goed. Maar we hebben nog een ander kastje geplaatst. Ja, ja. Dat staat achter jou. Moet je maar eens kijken. Kijk maar eens. Dat is een plaatsspel. Kijk eens. Je kunt gewoon met mij meelopen. Dat is geen probleem. Ondertussen heeft gewoon een walnoten. Kijk. Kijk, we hebben hier een mooie plaatsspel staan. Van voren aan weer gaan beginnen. Hartstikke leuk. Leuk, ja, hè? We hebben hem even hier gezet. Ja. Dus dit is nou wel een hele lange kale muur ineens. Maar die gaat nog opgevuld worden, hè Olaf? Ja, dat gaat opgevuld worden. Gaan we doen. Vind ik leuk. Zit niet vanavond hoor. Nee, maar dat gaan we een keer doen. Ja, is goed. Ja, leuk. Nee, top. Bedankt voor deze rondleiding. Kijk gedaan. Waar ben je aan het kijken dan, schat? Ja, dat is... Ah. Nee, de bloesem, maar ik wil die zelf gaan maken. Vind je dat mooi dan? Dat vind ik mooi. Is dat mijn cadeau? Wat is je cadeau? Oh, wow. Serieus? Dus ik zit hier altijd te verneuken? Ja. Maar dat wist ik echt niet, man. Nee, dat snap ik. Dat maakt ook niet uit. Dit. Ja, ik denk, je bent er zo mee bezig. Ik gaat ze, weet ik veel wat, allemaal bestellen en kopen. Nee, maar dan hadden we sowieso door de stammen. Ja, had me heel eventjes je mond dicht moeten houden. Want ik was gewoon alleen wat ik... Niet zij, wat ik. Nou, er is iemand from scratch helemaal op maat voor ons een bloesemboom aan het maken. Voor in die hoek tot aan een plafond. Moet alleen de pot nog... Ja, hij krijgt natte oogjes. I love you! Hè? Hij krijgt natte oogjes. Wie, ik? Ja. Oh. Zij. Daar ben ik echt blij mee. Ja. Oh. Dat is echt tof. Heel erg vet. Is voor kerst en de komende 5 verjaardagen. Ja, precies. Oh, vet. Bon appetit. Maar gaat hij dan zo over het plafond zo lopen of tot aan het plafond? Nou ja, deels. Ja, ik weet niet precies. Als het kan, is het wel vet. Een klein beetje hoeft niet helemaal. Hij vult de hoek in ieder geval goed. Heel gaaf. Maar er is iemand die dat designt. Ja. Heb je gevonden? Ja. Waar? Wie? Vertel je aan me. Wat je wat zingen vroeg. Deze nacht was zeker niet lang genoeg. Holy moly. Het is echt een knijtertje vroeg. En ik ben vandaag vrij. Maar we zijn vandaag begonnen met de straat openbreken. En ik dacht op het laatste moment. Naast een auto hebben we natuurlijk ook een motor. En als ze eenmaal hier de straat openbreken en er ligt alleen maar van dat zachte zand. Dan kom ik er met de motor niet doorheen. Echt no freaking way. Dus 6:15, maandagochtend, vrij, uit bed, heeft de motor weggezet. En ja, en ik zou een palm op gaan halen, een hele grote. zou ik ook mezelf uit moeten graven, dat is niet erg. Maar hoe krijg ik die palm hier als de straat open ligt? Misschien in de kruiwagen. Ik ga het even bedenken. Dat is altijd met die dingen. Dat kan niet, dat kan je, dat is onmogelijk. En dan denk ik ineens, hey, Eureka, zo gaan we het doen. Maar het Eureka momentje heb ik nog niet gehad. Eerst koffie, misschien gaat dat helpen. Een hele goede morgen. Het is heel vroeg, maar ze zijn al heel druk bezig met onze straat uitruimen. Kapot maken en daarna weer een nieuwe. Kijk, daar hebben ze hem al flink kapot gemaakt. Andere straat hebben ze ook alweer het een en ander opgebouwd. En nu gaan ze de ons voor de deur doen. En Jussie Silver, kijk eens, kan zelf fietsen. Goed hoor. Echt goed. Ja, heb je papa gehaald en kan jij zelf fietsen nu? Ja. Echt supergoed, hè? Ja. Echt trots op jou. Dat is, ja, dat gaat zo de weg kapot maken, zo voor de deur. Maar ik ging zo vlug. Dat ochtendgymnastiek ook wat. Ja, en dat fietsen van Vaas heeft wel geholpen, denk ik, in zijn evenwicht houden. Ja, superleuk. Ja, echt goed. Nou, die kan in het mijlpaal... Als we alleen de schoolfiets ook al. Ja. Dan kunnen wij wel blijven liggen. Ja, tuurlijk. Dat kan in het mijlpaalboekje. Ja. Het is vandaag 31 oktober. Op Halloween heeft hij leren fietsen. Nee, vandaag. Oh, niet in de tuin, hè? Nou, jij gaat vandaag de... Ik ga verder slijpen. Verder slijpen en hopelijk heel de oprit afmaken vandaag. En ik ga dadelijk met Jussie Silver naar de huisarts. Want hij heeft een loopoor. Dat betekent dat er waarschijnlijk een gaatje in zijn trommelvlies zit. Aan zijn andere oor had hij ook pijn, dus ik ben bang dat hij op klappen staat. Of die is inmiddels ook al een beetje open gegaan. Ja, ik heb dit echt nog nooit gezien. Als ik zo een beetje op zijn lelletje druk, dan komt er gewoon pus uit. Ja, en de opgedroogde pus. En hij heeft heel erg jeuk op zijn hoofd. Dan zie ik ook echt precies hier zo, een beetje op zijn kruin en zo. Echt heel veel schildpars en jeuk. Ja, dus hij heeft wat nare dingetjes van de familie Politi. Gewoon de grond trillen, jongens. Ja, hij gaat alles kapot maken. Er komt een hele nieuwe straat voor terug. Laat je oren zien, Jess. Kijk hoor! Laat je oren zien. Hé, hey, korretje! Hi, lieve mensen, het einde is in zicht. Ze hebben keihard gewerkt. En ze zijn nu bezig met de allerlaatste stenen. De buurman is nu de laatste 2 stenen aan het slijpen. Ja, ik moet de laatste nog tekenen. De laatste nog tekenen. En dan nog eentje slijpen. Oh, en de kamer is bijna leeg, dus ik ga hem even uitdoen, zodat we de laatste nog kunnen opnemen. Ja, goed zo, Jessie. Oh. Nou, kom, laatste steen. Laatste steen erin. De camera is bijna leeg. Go. Past er niet. Oh nee. Ja, goed zo. Yes. En dat was de ene laatste. De allerlaatste. Doe maar daarin. Ja! Ja! Woe! Hele goede morgen allemaal. Nou, laten we zeggen koppen kaal. Ja, doei. Ja, doei. Ja, doei. Als we allemaal vol zitten met luizen, dan moet je haar eraf. Zo werkt het gewoon. Helemaal. Daar heb je hele goede shampoos voor tegenwoordig. Nou, dan worden we dus wakker en Jessie is al een paar dagen mega aan het krabben. Nou was er al het vermoeden, maar nu is het ook bevestigd. Jessie heeft een paar luisjes. En dan moeten we dus alles gaan wassen en shampooen en behandelen. René die begint ook spontaan te krabben. Ja. Ja, dat was gewoon het idee. Gewoon van, oh, er lopen hier luizen. Daar krijg je gewoon spontaan jeuk van. Maar ja, ik ga wel voor de zekerheid mijn haar wassen en doen. Ja. Ja. Maar ja, de arts zei niet dat het luizen waren. Die dacht weer aan een schimmel. Dus ja. Jessie heeft ook antibiotica voor zijn oortjes. En Jess? Ja. Voel je je nou al wat beter? Ja! Duidelijk. En dus met die jeuk op je hoofd? Nee. Weet je waarom niet? Omdat mijn elf een nieuwe samba heeft gekocht. Oh ja. Om mijn haar te doen. Oh ja. Ja. En dan ben ik weer beter. Nou, laten we het hopen. Hè? Ja, en ja. Ik heb ook. Oh. Papa gaat ook eventjes haren wassen dan. Maar jij hebt nog geen jeuk. Nou, ik heb ook jeuk. Oké. De oprit is natuurlijk helemaal klaar. Dus daar heb ik geen omkijken meer naar. Daar ben ik heel blij mee. En kunnen we dus verder met het volgende project. En dat was de ombouw. Die heb ik helemaal klaar. Ik heb alles dicht gestukt. Ik heb alles dicht gestukt met muurvullen, de naadjes en dergelijke. En nu moeten we het dus gaan primeren. Hiervoor heb ik een stuk primer. Die ga ik aanbrengen met... Zo, wat heb ik deze ochtend? Die ga ik aanbrengen met een kwast. Misschien moet ik gewoon eventjes rustig ademhalen en praten en denken wat ik wil gaan zeggen. Ik ga hem aanbrengen met een kwast. Het is een heel dik geelachtig goedje. Wel handig dat het niet transparant is, anders weet je niet waar je bent gebleven. Met de kwast ga ik het opleggen en dan 6 uur drogen en dan stukken. Dat ga ik vandaag niet meer redden, denk ik. Want we zijn natuurlijk ook druk bezig met het verwijderen van alle luizen in huis. Daar zijn we ook nog wel even mee bezig. Dus nou ja, goed. We kijken gewoon hoe ver we komen vandaag. En morgen weer een nieuwe dag. Mootje blijft wel lekker liggen, hè? Ja. Zou je het aanvoelen, denk je? Hopelijk is hij zo dement dat hij het niet meer weet. Dat hij het niet meer weet. Niet meer weet dat hij het niet meer weet. Ja. Maar het is wel echt een knuffelbeertje, hè? Nee, dat is geen knuffelbeertje. Hij heeft gewoon zijn ogen dicht, hè? Ja. Ja, maar dat zeg je zo. Als iemand heel graag wil knuffelen, dan noem je dat een knuffelbeertje. Misschien gaat Mojo ons wel verlaten binnenkort, Jessie. Oh nee! Poink daar, poink, poink. Yummy! Yummy! Goedenavond. Nou, ik heb Jesse Zilver net van school gehaald. Ik zelf van school. Ja, ik maakte een foutje. Maar ben je er weer geweest? Bij tante Sis. Ja, bij de gasthouder tante Sis. School. Nou, zoals je merkt, ik voel me niet zo lekker. Ik heb echt een hele opgezette keel. Spierpijn in mijn lichaam, dus ik voel me een beetje grieperig. Echt niet fijn. Ik heb, even kijken, vorige week, het is nu vrijdag, vorige week vrijdag, mijn vaccin gehaald voor corona, of tegen corona. En maandag heb ik weer mijn antihormooninjectie gekregen en daarna ben ik doorgegaan voor de griepprik, want daar was ik dus ook voor uitgenodigd. Dus we zijn nu 3-4 dagen verder. En nu voel ik me een beetje belabberd. Gewoon eigenlijk gisteravond. Wel wezen werken. Dus ja. Ik hoop eigenlijk dat het daarvan komt. En ik kan natuurlijk ook gewoon even een keer niet lekker zijn. Eigenlijk ontspring ik de dans telkens wat dat betreft. En ben ik op die manier in ieder geval al een tijd niet meer ziek geweest. Maar toch, je alarmbellen gaan gelijk aan. Je hebt toch een beetje een soort van traumatje aan niet lekker zijn en ziek zijn. Maar goed. Dat terzijde. Ik ben met Jessie Silver ook naar de huisarts geweest. En die dacht dus van een schimmeltje op zijn hoofd. Mijn moeder dacht nog steeds aan luizen en dacht deze ook gezien te hebben. Dus die heeft van alles gekocht en zijn haren gedaan. En ja, alleen we zijn nog helemaal niet in de gelegenheid geweest. Ondanks dat wij al een paar keer zijn bed gewoon goed hebben schoongemaakt. Om dat nog een keer te doen. En hij blijft wel een beetje jeuk houden, zegt hij. Dus dat moeten we echt wel eventjes gaan doen. Ondertussen ga ik ook nog die anti-schimmel shampoo nog bij hem gebruiken. Dat moet 2 keer per week. En ik heb het pas 1 keer gedaan deze week. En daarnaast heb ik wel het idee dat zijn loopoor echt een stuk beter is. Antibiotica voor gekregen. Maar goed, dat moet je natuurlijk altijd afmaken, zo'n kuur. Dus dat is ook best wel een ding. Want alle tijden waarin ik het moet geven is gewoon piep. Want het moet 3 keer per dag. 7 uur 's ochtends. Nou, dan wil je het eigenlijk niet dat hij al wakker is. 3 uur 's middags is ook niet handig. Want dan moet je het dus geven aan degene bij wie die is. Zoals de gasthouder. En om 11 uur 's avonds. Soms willen wij gewoon om 10 uur al naar bed, omdat we kapot zijn. En dan moet je eigenlijk dus wakker blijven of weer de wekker zetten. En we moeten hem wakker maken om het te nemen. Dus het is allemaal wel gedoe. Maar goed, allemaal gewoon goed doen. En maar voor eventjes. Ik ben ondertussen bezig met de pasta. En vanavond komt mijn grote vriend en pianist Ewald gezellig langs. En gaan we even gezellig kletsen. Even bijpraten, het huis laten zien en natuurlijk over muziek hebben en eventueel over een nieuw concept die we op het YouTube kanaal willen gaan doen. Dus dat laten we lekker gewoon doorgaan. Ik ga even eten met deze knul die al ineens heel erg goed is met cijfers en mijn iPad code weet. Oh ja, wat ik ook nog wilde zeggen is dat we merken dat het... ja, steeds erger wordt met Mojo. Mojo die lijkt echt zijn plas niet meer goed op te kunnen houden. 'S Ochtends dan laten we hem als eerste naar buiten. Vervolgens geef ik hem, als ze weer voor het raam staan te blaffen, laat ik ze naar binnen, geef ik Mojo eten in de hal. Maak ik me even klaar, kom ik terug, heeft hij weer geplast in de hal. Terwijl hij dan net is geweest. Dus het is een beetje gek, van zit je blaas nou zo vol? Of is hij vergeten te plassen net? Ja... Het is gewoon sneu en gewoon niet oké. Dus wij zijn helaas serieus aan het nadenken over de opties. En ja, ook over Reggie. Want Reggie heeft al een hele lange tijd heel veel last van de oor. Daar heb ik jullie ook in meegenomen. En het gaat maar niet over. Ze is... heeft heel veel bacteriën die eigenlijk overal resistent bijna voor zijn. En we weten allemaal dat dieren in principe een hele hoge pijngrens hebben. En het in ieder geval niet willen laten zien als ze pijn hebben. Maar ik weet dat ze hier pijn aan heeft. Dus ja, ik, ook daar voel ik me helemaal niet lekker om. En ik kan niet normaal erover praten. Mama. Dus, ik heb heel erg honger. Ja, schatje. Eten is klaar. Wat zeg je? Het eten is klaar. Oké. Dus, to be continued. Inmiddels liggen we allebei thuis te snotteren en te snikken en ziek te wezen. Pak je stift. Gaat wel lekker de laatste tijd, hè? Ik ging wel lekker. Eerst was ik ziek, toen had ik corona, toen vlooien en nu weer ziek. Hebben we wel goed te pakken. Ik zei het gisteren ook. Ik zeg, ja, mijn vriendin mag niet klagen het afgelopen 1,5 jaar. Toen dacht ik, hele rare uitspraak. Ja, je hebt geen griep gehad, maar verder. Hè? Ja. Oh, die keelpijn. Die profen helpt gewoon helemaal geen reet van mijn keel. Nou ja, dus... Jessie die gaat als goed is zo met Leerman mee naar de rugby. En ik dacht, ik ga een soepje opzetten. Want als we naar buiten kijken worden we helemaal niet vrolijk van. Het is wel echt herfst. Zomer is echt voorbij. En dan zullen we toch echt even een stukje voor moeten vliegen of de auto rijden. Ergens bij de zonmaker. Ik heb een ideetje. Even wachten. Zie je nu beter te eten, schat? Ja. Ja, hè? Bij ijsklontjes erin gedaan. Dan komt hij snel af, hè? Was het bij de rugby? Lekker. Lekker? Ja. Bij de rugby? Ja. Was lekker. Was een lekkere rugby? Nee. Oh, wat dan? Goed, dat was de goede rugby. De goede training. Goed zo. Nou, een soepje word je groot en sterk van, hè? Oh. Is het schat? You look lost. Er was een sloffer bij. Sloffer. Sloffer? Dat was een sloffer bij. Er was sokken aangedaan. Okay. Zoals mijn andere voet koud. Het is wel vervelend om me zo te voelen. Godverdomme. Heb je nou koorts, denk je? Zo zie je er wel uit in ieder geval. Zo voel ik me ook. Maar volgens mij heb ik geen koorts. Ik heb het wel koud. En weer warm. Zoveel last van mijn heup en mijn rug. Het is mijn zwakke plek ook wel, maar mijn keel en mijn nek, spierpijn overal. Ja, dat is klote. Volgens mij heerst het wel. Ja. Ik zie heel veel mensen posten dat ze ziek zijn. Een en ander gelezen over griep, pieken en zo, ja. Gaan we nog wat doen vandaag? Even naar het strand of zo. Grapjes. Wat weer gezien buiten ook nog. Nou, ook dat dan. Lekkere pyjamadag vandaag, hè Jess? Wat zeg je? Een lekkere pyjamadag vandaag. Ja. Jess, je hebt je sport al gehad. Ja. Poei, poei, poei. Poei, poei, poei. Ja, ik dacht dat we dan toch ziek thuis zitten. Laten we dan maar eventjes wat kleine klusjes aanpakken. Dus ik ben onder de trap bezig geweest. En ik heb nu het een en ander veranderd. Want hier hing nog vogeltje. Maar die hangt nu hier. En ik heb daar... heb ik 3 van deze... haken gehangen. Dat is toch weer een fijne uitbreiding van de garderobe. Wat is dat een poepie? Zo, nou let niet op mijn hoofd. Ik begin weer een klein beetje op te krabbelen. Ik heb nog wel veel last van mijn heup en nog een beetje zwak, maar ietsje beter. Ik weet niet of we dit al hadden laten zien, maar onze mooie kast die staat nu hier. En Sergio heeft hem mooi gedecoreerd met onze Desenio posters daarachter. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk staan. Het staat nu voorlopig hier, omdat natuurlijk de ombouw nog niet klaar is. Maar Sergio die heeft hem wel al voorgestreken. Ja, vandaag zijn we neergestreken op de bank. Neergestreken op de bank, in bed en... bad. Ja. Ja. Ik zweet me inmiddels de pan uit. Ja, met je teddy ja, maar pak. Up en down. Doe ik mijn trui uit, dan krijg ik in no time koud. Ja, ik hoef jou niet te vertellen hoe het voelt. Maar misschien kijkjes thuis. Koud, warm, zweten. Het is een schuld. Ja. Wat heb je? Ja, dat snap ik dat jij het koud hebt. Ja, wil je pyjama de hele tijd niet aan? Nee. Zullen we even je dingetje aandoen? Ja, even je dingetje aandoen. Ik ben even benieuwd of jullie nog posters besteld hebben eigenlijk. Daar ben ik wel even benieuwd naar. De code die is helaas afgelopen nu, maar ik vind het wel leuk om te weten of jullie nog het een en ander hebben kunnen bestellen. En daarnaast hebben ze ook vaker nog wat kortingscodes. Dus blijf zeker kijken. Wij zijn er ook nog niet klaar mee. Ze is ondertussen lekker aan het koken. Ja, ik heb ook echt zin om straks echt de kookvlogs te gaan maken. Ja. Ah, ben je er al poepie. Vertel wat ik gisteren zei tegen oma. Ja. En zij geeft gisteren tegen mijn moeder: oma, ja, heb ik jou al verteld dat ik van je hou? Dat zei jij tegen oma, hè? Maar jij bent toch ook de allerliefste? We zijn helemaal de pyjama gang. Ja. Zijn we pyjama mask, Jessie? Allemaal in de joggingspak, outfit. Nou, wat ben je allemaal aan het koken? Spruitjes, gehaktballen, een sausje. We hadden natuurlijk nog gehaktballen. Oh, dat is mijn glas geslagen. We hadden nog gehaktballen. En ik dacht vanmorgen ineens van, als ik eigenlijk al zien polpette in soep en pomodoro. Zeker. Zie. Dus polpette is gehaktbal. Die had ik vroeg op de kaart staan. En ik dacht, maak er een lekker sausje bij. Dus ik heb gewoon heel simpel Je honger. Ja, snap ik. Goed dan, want ik ben lekker aan het koken. Hij heeft natuurlijk de rug die gedaan. Sorry als het beeld zo beweegt, want ik ben eventjes zo aan het heen en weer gaan vanwege mijn heup. Dus excuses. Ja, daar gaan we ook iets aan doen deze week. Tomatensausje. Heel simpel. 2 teentjes knoflook aangefruit in de pan. En een klein blikje anchovies. Gewoon erbij doen, aanfruiten. Het vuur niet te hoog, want dit spettert echt alle kanten op. Maar anchovies is echt het ultieme umami smaakversterker voor je saus. Een blikje tomaten. Gevelde tomaten, ook heel simpel. Gevelde tomaten, klein blikje. Gewoon erin gedaan. Dan doe je met een siliconenlepel een beetje de tomaatjes bakken. Lepeltje suiker, een beetje zout en oregano. Lekker laten sudderen, 20 minuutjes. En ja, dan kun je het nog op smaak brengen met eventueel paprika poeder of verse basilicum. Nou ja, genoeg. Verzin wat leuks en laat het maar weten. Ik heb nu alleen oregano gedaan. En wat je dan eigenlijk doet met je oude hakbal, leg je er gewoon in. Heel simpel. Zo. Even een tekstje erop. Straks draaien we hem om. En dan doen we nog. Het is vandaag kniekjesdag. Dan plak je oude kaas eroverheen. Zo simpel is het. En wij hebben inmiddels een steamer. Dus spruitjes in de steamer. Ja, de lampen zijn binnen. Je zal denken, maar die had je toch al? Ja. Maar we hebben ze teruggestuurd, want velen hadden echt wel veel zichtbare krassen. Nu zijn ze al ubergevoelig, maar dit vonden we iets te veel van het goede. Dus we hebben nieuwe gekregen, heel netjes. En er komen er nog 2 bij te hangen. Ja. En nu hebben we ook extra bijbesteld voor de rails daar zo. Rails, de spots nog niet, die gouden. Lampen hebben we al. Deze heb ik ook gemaakt. Ja, want die ging telkens uit zichzelf ging die open. Dat was heel vervelend. En toen ging die ook gewoon niet meer dicht? Nee. Dus een fijne aanpassing aan gedaan. Die lekker dicht. En de lampen kunnen ook weer terug naar de goede kleur. Lekker sfeerverlichting. Had je de gang al groen laten zien? Of wil je oranje? Of wil je blauw? Wat jij wil. Want ik hou van jou. Zo, dat is een grote toren zeg. Oeh. Ah. Hallo. Hallo. Kijk eens Jessie. Helemaal voor jou. Lekker sausje. Hm? Oh, alsjeblieft. Dank u. Waarom heb ik nou niet 2? Ik wil ook 2 hebben. Zie jij nou maar eerst eventjes eentje op te krijgen dan? Yeah. Yeah. En dan hebben we na het eten nog Homer. Dankjewel. Na het eten ook die chocolademousse van avocado. Ja. Lekker koud. Nu wel met cacao. Ja. En ik heb zo meteen lekker spruitjes. Oh, yummy! Wat, spruitjes? Ja. Oh. Jij moet dat snijden. Dit zijn trouwens de spruitjes. Ja, maar aangezien niemand anders die lekker vindt, behalve ik, tenminste niet zo lekker als dat ik ze vind, hebben we die soort van overgeslagen. Nu is het ook zo dat we Jesse verteld hebben dat Mojo en Reggie binnenkort afscheid van ons gaan nemen. En dat in combinatie met een filmpje die hij heeft gezien van twee Romeinse kindertjes met een of andere dinosaurus die in het filmpje voorkomt, is hij ineens heel erg bang. Dus we zaten lekker aan tafel en was hij ineens aan het huilen en bang en ik ben bang. Iets met een hand en een dinosaurus en een beetje bang van Jesse, van Mojo en Reggie de mond. En dat komt dus door die dinosaurus en hij zegt altijd van ik wil naar oma Elsje, want dan we gaan dood of zoiets. Ja, een beetje onsamenhangend verhaal. Dus ze liggen nu lekker boven in bed. En dan lijkt het me een goed plan om eventjes lekker naar boven te gaan. Naar René. En samen de vlog af te sluiten. Gaat het met jou? Ik lig nu even lekker, dus ik neem het ervan. Ik zou vooral even lekker blijven liggen. Zonder pijn. En ik zat trouwens te denken, we hebben ook nog een lijstje onder de trap staan. Hè? Een leeg lijstje. Moet daar ook nog iets leuks zien van Desenio. Ja, dat is gewoon mogelijkheid. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik denk dat er weer genoeg te zien en voorbij komt is in deze video. Het maakt me ook echt niet meer uit ook. Gaan we maar afsluiten denk ik, hè? Ja. Vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Of je leeft gewoon mee. Ook een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren zodat je de video's meekrijgt. We zien heel graag jullie reacties. En heel graag tot de volgende keer. Tot de volgende video. Ciao, 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 ciao.